feitpress.nl. We zijn hier samen met niemand minder dan Mohamed Didou, de animal. En hij heeft zeker laten zien dat hij een animal is. 3 rondes lang, gewoon naar voren gegaan. Hoe vond je het zelf gaan? Ik vond het lekker gaan. Mijn conditie was niet altijd al op peil voor de training. We zijn een beetje half werk erin gegaan. Maar door karakter kan je ook laten zien dat je gewoon kan knokken. Ik zelf vond de partij, als ik het 7 mag geven, een 7, 6,5. Maar als ik eerlijk moet zijn, kan het altijd beter. Ik heb veel betere partijen gedraaid. Respect voor mijn tegenstander dat hij toch is komen opdagen. Er was wat problemen ervoor. Ja, maar uiteindelijk is hij toch gekomen, soldaat. Deze was voor Nouri. We hebben veel meegemaakt. Door ups en downs ben ik helaas niet altijd erin kunnen gaan. Dus een mooie comeback voor mij. Dus we gaan vanaf nu even keihard trainen. En dan de volgende partij wordt sowieso een spektakel, inshallah. En deze voor Nouri. Mogen Allah hem genezen, ja, Rabbil Alamin. Zeker weten. Allahu Akbar. Het is nu al een tijd geleden dat hij dat heeft meegemaakt, Nouri. En heel veel mensen wereldwijd zagen het. Jonge, veel talent. En het kan. Alles kan gebeuren. Weet je? Dus sowieso, ik wens jou en sowieso de familie en iedereen sterkte. En ja, je moet het doen. Ik heb het ook voor hem gedaan. Ik heb mijn kracht echt vanuit hem gehaald. Anders zou ik misschien hier niet eens in staan. Ik zeg je eerlijk, ik heb een down moment gehad. Waardoor het voor mij moeilijk was om weer even bezig te zijn met sport en dat soort dingen. Er is veel gebeurd. Maar ik heb het dankzij hem heb ik toch mijn kracht gehaald. Dus ik hoop dat hij ook de kracht haalt om weer terug te komen voor ons. Want we houden van hem. Hij was vorig jaar ook erbij toen ik hier vocht Fight Sense. Helaas is zijn familie is er wel bij, maar helaas kan hij er zelf niet bij zijn. Dus ik hoop dat hij terug zal komen, inshallah, man. Dit is echt alleen maar voor hem. Hoe gaat het nu? Want iedereen vraagt zich natuurlijk af hoe het nu met hem gaat. En wat zou je daar eventueel over kwijt kunnen? Hoeft natuurlijk niet, het is misschien wel privé, maar om mensen als het ware een beter beeld te geven hoe het nu met hem gaat. Zijn familie wil niet veel kwijt. Hij maakt wel zijn ogen open. Hij kijkt wel. Maar voor de rest, we blijven alleen maar bidden. Niemand weet nog precies hoe het met hem gaat. Alleen de dokter en God, Allahu Akbar. En we hebben vertrouwen in Allah, in niemand anders. Dus inshallah gaat het goed komen. Op dit moment is hij gewoon hetzelfde. Hij is wel stabiel. Hij maakt wel zijn ogen open, maar dit zit. Dus we hopen dat hij terug gaat komen voor ons. Mooi zo. Ja, man. We wensen hem sowieso veel sterkte. Wanneer ga je weer de ring in? Ik ga nu weer even mijn training goed oppakken. We gaan echt nu keihard trainen, zodat mijn conditie alleen maar beter is. En de eerstvolgende keer moet ik gewoon een knockout op mijn partij, op mijn naam hebben staan. En daar gaan we voor trainen, inshallah. Beter. Sowieso gaan we verschillende vechters gaan we naar hun toe. Ook naar hun gyms. En dan gaan we een profiel maken. Dus laat maar weten wanneer je ready bent, dan komen we die kant op, man. Sowieso. Ik wil iedereen bedanken. Generation Gym, heel Team Generation. Team Didou, Ibi de Barber, alle soldaten die achter me staan. Familie Nouri, Nouri zelf, we houden allemaal van jou. Dankzij jullie sta ik hier. Kou van jullie. Oesh. Oesh.